Dat lijkt mij bijzonder interessant om daar eens nader te gaan onderzoeken. Dat dacht ik wel. Gelachers is er ingemesseld. En dat doen die kluizenaars, die stiekemers, die messelen zich in. Dat hebben ze afgekeken van de Chinezen. Die hebben zich al duizenden jaren voor Christus zich gemesseld met de Chinese muur. Ja, als je praat van interessant, China. Dat is pas interessant. China, de meeste mensen weten dat helemaal niet, maar China is genoemd naar de allereerste keizer van dat land. Die keizer heette namelijk de keizer van China. En die had op een gegeven ogenblik bijzonder veel last van invallen uit het land met het syndroom van Down. Om het even netjes te zeggen, En die binnenvallende soldaten uit dat land met het syndroom van Down waren allemaal Mohammedanen. Stuk voor stuk Mohammedaan. De een was nog een grotere Mohammedaan dan de ander. U zult zeggen, goh, maar Mohammedanen waren er nog pas een paar honderd jaar na Christus. Jawel, maar dit waren hele fanatieken. Dus daar had die keizer last van. En toen heeft die keizer rondom zijn rijk een muur gebouwd. En dat heeft Gelaggers in Zuid-Limburg een paar duizend jaar later nog eens dunnetjes overgedaan. Kijk, ziet u wel? Nou breekt mijn warempel even de klomp. Nou sta ik me al ruim 2 uur voor u uit de na te werken. Met veel plezier, echt waar. U reageert heel leuk, leuk, lachen daar niet van. Maar dan komt er verdorie weer heel even zo'n snotacteur op toneel op. Die man die doet niks. Hij kijkt u niet eens aan. Hij negeert u volkomen. Laat staan dat hij zegt goedenavond, dames en heren. Wat mij wel zo netjes lijkt. Hij stiefelt ook gelijk met het toneel af. En zo'n flapdrol krijgt dus altijd wel een open doekje. Dat vind ik zo frustrerend altijd. Zo gemakkelijk komt u er niet vanaf. Hoe lang u ook in de rij hebt gestaan. De dokter heeft tegen mij gezegd, gooi alles er maar uit, gooi alles er maar uit. Dus dan moet ik even deze frustratie kwijt. Ik heb al 20 jaar lang deze frustratie. Al 20 jaar lang hoor ik van de theaterdirecties, och dat mooie, grote, heilige toneel. En grappenmakerij, ja dat heb je ook, dat vult altijd de zaal wel lekker. Het zal wel aan mij liggen, maar ik heb helemaal niet zo'n hoge pet op van toneel. Toneel, ik vind het een onverzoenlijk soortje bij elkaar. Het negeert u volkomen. Zeg nog eens een keer goedenavond, dames en heren. Als je even niet kijkt, staat er weer vlak voor je neus in de blote kont. Ja, ik vind het niet netjes. Nee, ik zie het zo. U, dames en heren, u hier in Enschede, hebt toch, dacht ik, de hele week hard gewerkt. Bij Van Heek in Fabriek. Dat is te hard werken voor te weinig geld. Dan heb je het ook wel verdiend, vind ik, om s'avonds eens even in het weekend een lekker potje te kunnen lachen, verdorie. Dan heb je voor het lachen ook nog eens moeite moeten doen. Je hebt in de rij gestaan, een telefoon gaan hangen, illegaal iets gerisseld, weet ik ook allemaal niet. Als u in de kinderen zit, heb je oppas moeten regelen. Of je oppas kunnen vinden, dat kan natuurlijk ook. Als je oorbellen ingedrukt, schoorde onderbroek aangetrokken. Kortom, u hebt toch echt moeite gedaan, vind ik, om hier een potje te kunnen zitten. En die moeite waardeer ik enorm. En dat waardering laat ik volgens mij ook blijken. Goedenavond, dames en heren, hier in Enschede. Wat fijn dat u er bent. Het ene leuke verhaaltje en het andere leuke verhaaltje. Toneel niet. Een acteur, och, een acteur doet net of u er niet bent. U bent er ook meestal niet met toneel, maar dat is een ander verhaal. Ook als, ik weet niet waarom u nou klapt trouwens, maar... Ook als u er wel bent, zal de acteur nog net doen of u er niet bent. En dat vind ik zo onverzoenlijk. Je gaat toch niet mensen die in dezelfde ruimte verkeren als jij negeren? De ellende komt allemaal door de toneelschool. Op de toneelschool wordt je namelijk wijsgemaakt dat het podium een vierde wand heeft. Podium heeft een eerste wand, ja, die zie ik ook. Tweede wand, ja, kun je met de kop er aan knapen. Ja, derde wand is er ook, ja. Maar hier tussen u en mij zit volgens mij niets. Dat weet ik wel zeker, dat ruik ik. Ha, 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 maal 760, dat ruik je heel sterk. Ik was verkouden van u vanavond, u wordt morgen verkouden van mij. Gezellig interactie. Bij toneel is er nooit sprake van gezellige interactie. Bij toneel heb je hier een hele strenge vierde wand. Acteurs gaan ook werkelijk vanuit dat ze voor een vierde wand staan. Cabaretier is nooit. Een cabaretier zie je ook nooit in zijn blote kont staan. En een acteur nogal gemakkelijk. Komt door die vierde wand. Ik zelf heb me nog nooit aangedurfd om voor u in mijn blote kont te gaan staan.
Terwijl normaal gesproken... in mijn broer kon ze, hè? Ja. Mag ik graag doen. Mag zelf wel zeggen dat het een hobby is. Ah, even lekker dat broek uit. Mooi werk. Een liefhebberie. Maar het is heel stom, op een podium durf ik dat net weer niet, hè? Maar lijkt me wel lekker. Een klein experiment. Ik speel voor het eerst van mijn leven een stukje met Vierde Wand. U bent er niet meer van mij straks. En als ik er dan lekker in kom in mijn spel met Vierde Wand, dan gaat de broek uit. Lekker. Lekker. Oh, één ding moet ik nog wel kwijt voor ik begin met acteren. Wat wel heel knap bedacht is van toneel. Toneel deelt het podium vaak op in een linker toneel en een rechter toneel. Dat is heel knap bedacht, want je kunt dan twee scènes tegelijkertijd laten zien. Daar heb ik wel eens van gedroomd. Stel je toch eens voor dat je in je programma twee scènes tegelijkertijd hebt. Wat kun je daar wel niet mee doen? Je zet hem bijvoorbeeld, heb ik wel eens gedacht, op de ene helft van het podium de ene scène. Nou, die hebben we al, dat is de buitenkant van een huisje. Dan kun je hier op een linker toneel zetten wat je maar wilt. Je kunt zelfs naast de buitenkant van een huisje de binnenkant van hetzelfde huisje gaan zetten. En u zult zien dat in het toneelstuk de binnenkant van een huisje er altijd heel anders uit moet zien dan de buitenkant van een huisje. Nou, ik hoor toch dat u weinig toneel gewend bent. Ik zal u daarom even uitleggen hoe u naar zo'n toneelbeeld moet kijken. U moet zo'n toneelbeeld zo zien. Die wand hier rechts is als het ware op deze wijze doormidden gezaagd en daarna als volgt opengeklapt. Wat krijg je dan voor een situatie? Deze muur is de achterkant van die muur. Dus deze deur is de achterkant van die deur. Dus dat raampje daarginder is de andere kant van dit raampje. Begrijp je wel? Als ik dit luik open doe, ziet u ook heel duidelijk wat ik bedoel. En hier op het linkertoneel staan wij dus in het huisje van Galachtus. Dames en heren, namens de VVV Vaals heet ik u van harte welkom in ons kluizenaarshuisje. Wij zien dat zo'n kluizenaarshuisje vrij sober is ingericht. Wat is sober? De kamer is compleet leeg. Dat komt zo. Galachtus heeft altijd als stelregel gehad nooit met lege handen naar de keuken. Zodat op een gegeven ogenblik al zijn meubilair bij hem in de keuken is komen te staan. Goed, mooi. Nu nog iets. Probeert u nooit in het toneelstuk uw hoed aan een namaak kapstok te hangen? Dat gaat niet. Ziet u wel? Als je dan toch met alle geweld uw hoed wil kwijtraken, probeert u er dan te verweven in uw spel. Bijvoorbeeld, gooi uw hoed maar even naar buiten. Nog maar een keertje proberen. Gooi uw hoed maar even naar buiten. Cabaret, ze hadden net even iets leper dan toneel, hè? De hoeden zijn een beetje smoesterig geworden. Ah, ik begin er al lekker in te raken, merk ik zelf. Kom natuurlijk door de vierde wand. Ach, wat maakt het ook uit. Ik trek even lekker mijn broek uit. En u zult zien wat nu zo handig is aan die vierde wand. Ik kan zonder mij te schamen voor u in mijn blote kont gaan staan, want ik zie u niet. Geen idee meer waar u bent, vier wanden om me heen. Van de andere kant is het wel zo, u hoeft het contact met mij niet te verliezen, want die vierde wand werkt zodanig, u ziet mij wel. Maar dat weet ik niet. Hé, hey, dat weet ik niet. Allang blij dat ik een moment voor mezelf heb. Hè, hè? Dat werd tijd. Even lekker de broek uit. Ik vertrouw de vierde wand voor geen meter, weet u dat? Maar dat is heel raar. Enerzijds lijkt het me heel erg aantrekkelijk. En van de andere kant moet ik er verschrikkelijk aan wennen. Ik begin even achter deze tweede wand. Maar die tweede wand kennen we allebei. En dan bouw ik er vanaf hier heel langzaam op. U bent weinig toneel gewend en ik ben weinig toneel gewend. En zo komt u er makkelijk in. En ik er maar makkelijker uit. Zo. Kampjes aan. Dan breekt het lijntje. En nu maak ik een fout. Ik had het zo geraffineerd uitgedokterd, hè. Ik dacht, dan kom ik eerst even op in de badjas.
En dat doe ik heel geraffineerd, een secondetje of één, mijn badjas voor u open. Maar ik geloof dat mijn badjas lang op het toneel ligt. Klopt dat? Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Je staat hier behoorlijk in mijn blote kont. Hoe los ik dit op? Toneelmeester, ziet u kans om zo onopvallend mogelijk even mijn badjas te pakken? Ja. Dank u. Maar wel zo onopvallend mogelijk graag. Heb je hem? Ja. Oké, kom maar aan. Zo. Dames en heren, zoals ik al heb aangekondigd, speel ik zo dadelijk voor u een modern toneelstuk. En zoals ik al heb uitgelegd, een modern toneelstuk betekent in feite niets meer en niets minder dan een toneelstuk. In de blote kont. Dus. Ik kan me voorstellen dat u denkt... God. Kan ik me wel voorstellen. Moet ik nu waarachtig na een hele week hard werken bij Van Heek in de fabriek... tegen zijn blote gat aanstaan? Kan ik me wel voorstellen. Nou, ik kan u geruststellen, nee, ik heb er nog wel een korte broek bij aan. Ik heb een korte broek bij aan en nog heb ik er moeite mee om mijn badjas te openen. Hè? Dat komt zo, mijn vrouw zegt altijd heel stellig, een korte broek staat jou niet. Maar god, het is zo'n plezierige avond hier vanavond. En als u het niet wilt uitzenden op de televisie, wil ik wel heel eventjes voor u onder elkaar. Even mijn badjas openmaken voor u, heel even. Maar ik waarschuw u... Want mijn vrouw zegt altijd heel duidelijk, een korte broek staat jou niet. Ja. Kom maar op. Ja, lacht er maar om. Kom maar, ja. Ik voel nog aan de dokter, heeft sterilisatie, bijwerkingen, neuzen. Nee, helemaal niks. Ik hoorde nog zeggen, bijwerkingen, zei die bijwerkingen. Nee, wij dachten het niet. Nee, wij dachten het ook niet. Je krijgt alleen een joekel van een slaapzak van, zeg. Spannend, hè, zo split.